Er zijn clubleden die willen een betere wegligging hebben met hun oude auto. Dat kan. Er zijn zwaardere stabilisatorstangen in de aanbieding. Ook zwaardere veren. De stabilisatorstangen rubbers die worden gelijk met PU-rubbers gemonteerd. Nou, wat is nou PU-rubber? Normaal zit er een rubberen sealing in dezelfde vorm als die PU. Dit is van rubber en PU is een soort kunststof. Dat is hard en stugger. Dat geeft ook een bepaalde stijfheid aan je auto. Nou zie je al gelijk, ik heb hier een dikke PU-rubber en hier weer kleinere. Dan kan je afvragen, waarom is dat? Die auto is berekend op een dunnere stang, minder krachten, minder stijfheid, omdat je nu de PU-rubbers in hebt gedaan. Dus wat heb ik hier bij deze wagen gedaan? Ik heb hier een dikkere plaat met die moeren ingelast om een betere stijfheid te geven dat de boel niet uitscheurt. Hieronder heb ik het niet gedaan. Nu zie je de originele plaat zitten, waardoor ze de originele maat van de PU-rubbers hebben gemaakt. Al die krachten en stijfheid, die is gigantisch omdat het veel zwaarder is, die komen hier boven op je snap en hier op je triangel. Het gevolg kan wezen, als jij door veel slechte wegen rijdt, dat de boel gaat afscheuren vanwege je stijfheid. Dus ook hier, als je dit gemonteerd hebt, is regelmatige controle van belang. En niet alleen hier en hier, maar eigenlijk over heel je gedeelte. Het geldt tevens voor je PU-rubbers van hier. De mensen zeggen van ik heb die originele rubbers hierin zitten, maar ik daar een motor op heb en de motor lekt een beetje en hier komt motorolie op. Die motorolie die maakt van dat rubber net snot. Dan is die zacht, dan zakt die uit en dan heb ik die stalen as tegen die stalen buitenbus aan. Want hij zit hierin. Deze bus die zit normaal zo erin. Nou, wat doen ze dan? Deze bussen vervangen. Ze pakken die mooie PU-rubbers. Die drukken we erin. En het heeft hetzelfde effect als de rubbers. En dan monteren we hem. Deze PU-rubbers kunnen goed tegen de olie. Maar het geeft een bepaalde stijfheid en stugheid. Wat die rubber normaal opving. Dus alles wat je verandert aan de Volvo. Het heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Dus als je ergens iets verandert, het gaat goed, zolang het goed gaat, maar controleer alles regelmatig. Een wagen moet om de 2,5 gesmeerd worden. Om de 5000 moet die olie ververst worden. Dan staat hij 9 van de 10 keer toch op een brug. Loop dan even alles na, of er niks gescheurd is, of wat dan ook. En dat is wat ik jullie mee wil geven. Er zijn heel veel nieuwe hulpmiddelen, waardoor die kattenrug beter en betrouwbaarder wordt, maar niet volgens de Volvo-normen. En dat is het belangrijkste wat ik mee wil geven. Veranderen kunnen we een hoop. We kunnen er ook een hele mooie hot rod van maken. Een V8 of een V12 erin gooien. Maar dan zou je ook wat aan de rest moeten doen.